Na een zon over grote week in het Spaanse Marbella is NEC inmiddels aangekomen in het winterse Nijmegen. Na een vertraagde reis van 12 uur kwam de selectie maandagavond laat aan bij de Goffert. Met een griepvirus. Van de eerste of tweede dag is dan echt de eerste ziek geworden, de tweede ziek geworden, de derde ziek geworden. Dan is één zieke weer gezond geworden en gezonder wordt wel ziek. Van de trainingskwantiteit waren we dan niet zo goed. We hebben niet altijd met 100% gewerkt kunnen, maar soms... Ja, denk ik niet top tevreden, maar tevreden. Eva Cabessi heeft geblesseerd. Die mist nu ook de volgende 4 weken. Ali Messaoud heeft nog een beetje problemen aan de hamstring. Maar die zieken zijn alle gezond en zo trainen we met een grote groep. NEC haalde 3 nieuwe spelers tijdens de winterstop. Ali Messaoud is de eerste, dus nummer 10, is een echte 10. We missen ja zo'n beetje een 10. Ferdi kan dat spelen, Julian kan dat spelen. Maar hij is echt een klassieke 10. Hij heeft diepgang, kan schieten, ook een beetje box-to-box, speelverdeler, playmaker. Jordan Larsson is de andere, dat is een spits. Echte linkspoot, heel goede instinctvoetballer. Een heel groot talent. Was nu ook 5 dagen ziek, dus die moeten we ook nog een beetje opleiden en optrainen. Rechtervoet niet zo goed, diepgang, komt uit een 4-4-2 systeem. En de laatste is Lorenzo Burnett, ja, Eredivisie ervaring. Een linksback die goed voetbal spelen kan hoog staan. Snelheid, crossballen spelen, verdediging, redelijk. Daar moeten we ook nog een beetje wat doen. Zo, ja, dat zijn die 3 jongens. Alle anderen zijn echt topfit, dat merk je. Nou, als je een speler toch haalt die niet gespeeld heeft, maar dat is de mogelijkheid van NEC. Dan moet ik toch altijd een beetje optrainen. Ik denk dat Ali fit was. Helemaal, heeft hij ook gespeeld, maar nu is hij het niet fit. En die anderen die gebruiken nog een beetje tijd. Maar een beetje tijd, misschien ook 1 week en dan staan ze tegen Roda. De eerste tegenstander na de winterstop is Willem II. Huballa kent de Tilburgse ploeg goed. Ja, ik heb ze vaak gezien. Ik vind het een team wat georganiseerd voetbal speelt. En natuurlijk met Haaien, Kroes en Sol hebben ze echt 3 snelle spitsen die echt wachten op de tweede bal en dan lopen. We creëren altijd kansen, maar hebben toch alleen 12 doelpunten gescoord. Ja, ik denk dat we goede packing passes spelen moeten, dat we proberen moeten Willem II een beetje uit elkaar te brengen in de afstanden. En dan kunnen we met onze snelheid daartegen. En ik denk, ja, dat wordt weer een omschakelwedstrijd. Iedereen gokt daar een beetje eruit. En als er slechte weeromstandigheden zijn, ja goed, dan moet je echt knokken. Dan moet je ook maar misschien maar meer met lange ballen spelen. Maar goed, wij trainen op alles. En Willem II ook. Wat we kunnen is echt knokken. En daarom hebben we ook met Jordan, met Ali en met Lorenz nog 3 voetballers eigenlijk gehaald. Omdat we knokspelers hebben genoeg. Maar we moeten nog echt goede voetballers hebben. Omdat we een beetje lang aan de bal blijven willen. Maar fitness, knokken, mentaliteit, dat heeft je team. Maar je moet ook een beetje aan de bal blijven. En dat was ja zo'n grote probleem in de eerste seizoenshelft. Zondag om 16:45 in het Koning Willem II stadion. Willem II tegen NEC.